Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Creative Collect. Mijn naam is Max en vandaag duik ik er meteen in. Wij gaan deze Curum V-Box openen. Ik had vorige keer gezegd dat ik eigenlijk op zoek ging naar de Zacian Box van Crown Zenith. Een van de laatste producten van de Sword and Shield era die uitkwam. Maar die heb ik nog niet gevonden. Niet voor een goede prijs in ieder geval. Ik ben wel langs de Intertoys geweest. Maar daar lag die uit mijn hoofd voor 70 of zelfs 75 euro. En dat is nogal veel. Want ik heb ook webshops gezien waar die maar 60 euro is. Al moet je dan natuurlijk wel verzendkosten betalen. Maar in plaats daarvan. Deze Curum V-Box. Die had ik nog. Die heb ik bij de Game Mania gekocht. Deze heb ik nog niet eerder geopend. Als ik me goed herinner. Dus deze ga ik vandaag openen, maar ik ga ook vertellen wie de Rillaboom Pin Collection van Amsterdam Toys heeft gewonnen. Dus wil jij weten wie er gewonnen heeft? Blijf kijken. Sowieso, als je hier nieuw bent, like, subscribe. Je weet hoe YouTube werkt, het zou mij heel erg helpen. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe giveaways en alle andere content die ik maak. Hier heb ik dan de achterkant van de Curum V-Box. Curum is best wel een aparte Pokémon, vind ik zelf. Ik ben zelf meer team Zekrom, als ik heel eerlijk ben. Maar Curum is ook wel cool. Er zit overigens ook een Zekrom in deze box. Waarom ik deze box heb gekocht? Ten eerste omdat hij iets betaalbaarder was dan de andere boxen. En hem nog niet geopend had. Maar ook omdat je het hier al kwijt een klein beetje zien. Er zitten twee Evolving Skies pakjes in. En Evolving Skies is een set waar ik nog heel veel kaarten van moet. Waaronder de Sylveon VMAX Alternate Arts daarvan. Die zou ik graag willen poelen. Ook voor Alice natuurlijk. Haar Sylveon verzameling. Zo te zien ook een Lost Origin. Of twee Lost Origin. Dus daar zitten ook Trainer Gallery kaarten in. Die ik heel erg leuk vind. Dus dit is best een goede box. Evolving Skies los pakjes kopen is best wel duur. Of een boosterbox daarvan. Die gaat inmiddels over de dikte 100 euro. Dus dit is een redelijk betaalbare manier om toch aan Evolving Skies pakjes te komen. Waarvan je zeker weet dat er niet mee geknoeid is. Omdat het nog in het karton zit. Dus ik ga deze ook scheuren. Oh, dit wordt geen doos die ik ga bewaren, want hij gaat niet zo makkelijk open. Daar gaan we. Dan heb ik hier allereerst de Jumbo Curum V-kaart. Op zich wel gaaf, maar ja, ik doe niet heel veel met deze Jumbo kaarten. Ik heb er wel een heleboel verzameld inmiddels. Ik moet zeggen dat deze best wel aardig uitgesneden is. Ik heb ook echt moeilijk scheve Jumbo kaarten gezien. Maar deze is wel cool. Die leg ik even hier neer. Dan heb ik hier de promo Zekrom kaart. En dit is de Zekrom uit Vivid Voltage. En het is dus ook geen Blackstar promo kaart. Maar hij heeft wel dat zogenaamde bolletjes holofoil. Dus dat is de Zekrom. En de Curum is een V-kaart. En dit is ook geen Blackstar promo. Dit is gewoon de Curum V uit Lost Origin. Redelijk goed gecenterd. Ook wel een klein beetje beschadigd aan de bovenkant, zie ik. Dat is jammer. Achterkant wel dik in orde. En dan de pack selectie. Ik had het net al verklapt. Twee pakjes Lost Origin en twee pakjes Evolving Skies. Ik bewaar de Evolving Skies voor het laatste, want daar heb ik de hoogste verwachtingen bij. We gaan beginnen met een Giratina. Ik heb de laatste tijd nog wel wat andere pakjes geopend. Onder andere van Scarlet en Violet. Maar daar zat niet zo heel veel in. Ik zeg Lightning Energy voor de Gusty Energy Game, maar dat is water, zoals gewoonlijk. Lost City, Carbink, Komala, Mawile, Shellos, Binnacle, Porygon, Ducklet, een Inkay is mijn reverse en de rare is een Magearna. Dus het eerste pakje is niet zo bijzonder. Dan het volgende pakje, Lost Origin. Overigens heb ik mijn uitnodiging alweer ontvangen voor de nieuwe set Paldea Evolved pre-release. Dus zodra ik naar de pre-release ben geweest, zal ik jullie daar ook alles over vertellen. En natuurlijk de pakjes die je daarbij krijgt, de prijsboosters, die bewaar ik. Zodat ik daar een video van kan maken nog voordat de set uit is. Dus dat is misschien wel leuk. Ik zeg Fire. Oh, het is Darkness. Relicant, die moet ik nog steeds in Pokémon Go. Ik denk dat dat een regionale Pokémon is, die je dus alleen maar in bepaalde delen van de wereld kan vangen.
Of je moet hem ruilen met iemand. Dus ik hoop eigenlijk dat Relikant nog een keertje in een event of zo voorbij komt voor mij. Was dit? Twee kunnen zorgen. Ja, krijg nou wat. Is dat dan een adder pack? Het hoort volgens mij niet te gebeuren. Oh, weer een reverse wel. Een reverse rare met een lelijke printlijn, zie ik hier. Een Manectric. Ik weet niet zeker of ik deze al had. Als ik hem nog niet had, dan monteer ik dat ik hem zo tjoep tjoep in mijn map stop. En de rare van dit pakje is een Clefable non-holo. Ik ben ergens wel blij dat vanaf Scarlet en Violet er geen non-holo rares meer zijn. Want ja, het voelt toch een beetje jammer als je een pakje opent en er zit niks glimmends in. Maar goed, we hebben met een beetje geluk onze pools bewaard voor de Evolving Skies pakjes. De pakjes waar het echt om gaat. Ik heb best wel veel Evolving Skies geopend. Ook een hele boosterbox samen met een vriend van mij. Maar daar zat de ene keer wel van alles in. Echt de ene alternate art naar de andere. En soms zit er gewoon helemaal niks in. Dus het blijft dan een lastige set. Ik vermoed dat dit een reprint is. En ik weet nooit of ze tussen reprints door de pool rates veranderen of niet. Ik zeg psychic energy. Oh, en nu was het lightning. Dat zal je altijd zien. Nuzleaf. Maar ik vind het sowieso leuk om weer een keer Evolving Skies te openen. Dat is alweer een tijdje geleden. Rubber Gloves. Scraggy. Een Phoebus. Hitmonchan. Slakoth, Petillil, een Reverse Galarian Zapdos is wel mijn favoriete Galarian Bird, dus dat is op zich wel goed, een Reverse Rare. En de rare van dit pakje is een Talonflame non-holo rare. Oei, het ziet eruit alsof het toch wel een beetje een lastige box wordt. Maar dit laatste pakje kan nog alles goed maken. Sylveon met de cupcakes bijvoorbeeld. Of een Moonbryon, dat is denk ik de duurste kaart op dit moment. De Rayquaza VMAX Alternate Art, die heb ik al toevallig. Laatste pakje van vandaag alweer. Het ging snel, ik weet het. Ik zeg Fighting Energy. Oh, in ieder geval één Ghastly Energy. En daarmee verbreek ik mijn streak van geen Ghastly Energies van de afgelopen 3 video's of zoiets. Stormy Mountains. Een Boldor. Nuzleaf, de kaarten van dit pakje voelen een beetje ruw aan de randjes. Apart. Love Disc, Seedot, een Slakoth nog een keertje. Flabébé, die heb ik ook inmiddels in Pokémon Go en geëvalueerd ook. Carvana. De Reverse is een Swablu, een common kaart, die heb ik al wel uit mijn hoofd. En dan de laatste rare van vandaag is een Flapple. Ah, nee. Dus dat betekent 4 keer een non-holo rare. Deze box was waardeloos. Ik kan hem dus niet aanraden. Ook al zat er 2 keer Evolving Skies in. Geen pools. Toch een beetje jammer. However, ik zou nog even vertellen wie deze Rillaboom Pin Collection van Crown Zenith heeft gewonnen. En de gelukkige winnaar is geworden Steven. Steven, gefeliciteerd. Ik neem contact met je op en dan zorg ik dat deze jouw kant op komt. En hopelijk heb jij betere pools dan ik vandaag. Ik hoop het wel voor je. Maar goed, gratis openmaken, dat is nooit verkeerd, toch? Ja, eigenlijk was dat het dan al wel voor vandaag. Ik heb nog een online codekaartje van Evolving Skies die we zojuist geopend hebben. En ik geef er ook eentje weg van Lost Origin. Hopelijk heb je ook hiermee online meer geluk dan ik vandaag in deze video had. Ik weet nog niet precies wat mijn volgende video wordt. Misschien dus Paldea Evolved. Ik weet het nog niet zeker. Ik hou jullie op de hoogte via mijn Instagram. Dus dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Tot ziens!